Deze podcast wordt je aangeboden door SixStarLeadership.com, de partner op het gebied van leiderschap en teamperformance. Hallo en welkom dat je weer luistert naar de Six Star Leadership podcast. We zitten midden in de coronacrisis op dit moment en we weten nog niet of het ooit weer gaat worden zoals wij in januari, februari nog skiënd en hossend door het leven gingen. Ik weet wel dat er op dit moment heel veel beweging is binnen de families, binnen de gezinnen, voor jouzelf en bij de bedrijven waar jij voor werkt of waarbij je werkt. Het is een hele interessante tijd om ook eens terug te gaan naar jezelf en om te kijken van goh, waar sta ik, hoe ziet mijn toekomst eruit en hoe ga ik om met alle obstakels die op dit moment voor ons liggen. En elk obstakel is een kans, ja, en probeer het ook op die manier te benaderen. Dat geeft een heel ander perspectief. We zitten allemaal op dit moment in hetzelfde schuitje. En dat schuitje kan ook een bootje zijn naar een hele mooie, nieuwe, veranderende toekomst. Waar we misschien anders nooit waren gekomen. En dankzij dit global thing wat op ons pad is gekomen, moeten we nu wel. Is het wel een hele bijzondere tijd om mee te maken. Om nu te kijken hoe jij als persoon, maar zeker ook wij als community, als bedrijf, als gezin, als familie, omgaat met deze tijd. Mijn gast in dit gesprek is Otto van Wiggen. Otto is generaal buitendienst, heeft leiding gegeven aan het Korps Commandotroepen, is hoofdopleidingen geweest van Defensie. En het is een man met een ontzettende pragmatische intelligentie. Hij kan dingen vertalen met een dusdanige diepgang dat het ook meteen pakt. Ja, het is pakkend, het is gebaseerd op de praktijk en het wordt platgeslagen. En dat is gewoon heel erg waardevol. Zeker in de tijd waarin we nu leven met z'n allen. Ja, dus we hebben nu behoefte aan praktische oplossingen, in actie komen, resultaat bekijken en weer doorgaan. Nu bij de pakken neer gaan zitten of nu op zoek gaan naar de meest intelligente oplossingen, dat werkt gewoon niet. Leiderschap is ook gewoon dingen gaan doen nu. Dingen ondernemen, in beweging komen en ook eens een keer dat risico nemen wat je voorheen niet deed. Want je zult zien, meestal gaat het allemaal wel goed. En Otto van Wiggen heeft een boek geschreven, dat is Niemand is belangrijker dan het team. Ja, en eigenlijk zijn we nu op dit moment met z'n allen één groot team. Samen zijn we sterk. En in het boek wat Otto geschreven heeft, daarin omschrijft hij ook ontzettend duidelijk, samen als team optreden, luisteren naar elkaar en dan echt luisteren. En niet luisteren om te reageren, maar eens goed nadenken. Wat zegt die persoon nou precies? Wat bedoelt hij? Wat kan ik ermee in plaats van luisteren om te reageren? Denk als een team, denk in samen. En op die manier ben jij in staat om dingen voor elkaar te krijgen die je voorheen niet mogelijk achtte. Nou, Otto heeft een heel mooi boek erover geschreven. Heeft een bak aan ervaring opgedaan in zijn meer dan 40 jaar ervaring bij de krijgsmacht. Dit is een mooi gesprek geworden. Ik ben erg trots dat ik Otto als gast heb mogen ontvangen. En ik wens jou heel veel luisterplezier, heel veel succes, sterkte en vooral moed om in deze tijd de dingen te gaan doen die goed voor jou en je omgeving zijn. Niemand is sterker dan het team. Veel luisterplezier. Hey Otto, welkom. Ja, dankjewel. Heel erg leuk dat wij hier zitten. Ja. Een aantal dingen die ons verbinden, denk ik. Ik heb een paar dingen opgeschreven. Enerzijds, ik geloof ook heel erg dat dat niemand belangrijker is dan het team. Dat is ook een van de dingen die bij ons in 2007 heel vaak voorbij komt. Naar Erik Braken, die naam zal wellicht nog vaker gevallen dit gesprek. Je bent commandant geweest, Korps Commandotroepen, Luchtmobiele Brigade. Heb heel veel gedaan voor opleidingseenheden voor de landmacht. Voor mij ben je als commandant van Otco geweest. Dus opleiden is jou niet vreemd. Ik ben zelf ook onderscheiden door de bronzen soldaat. Ja. Wat is de bronzen soldaat en waarvoor heb jij hem ontvangen? Ja, dat is eigenlijk een verzameling van, laat ik maar zo zeggen, wapenfeiten tussen haakjes. Want de bronzen soldaat gaat niet over operationeel inzet. Ja. Het gaat over verdienstelijk zijn voor de landmacht gedurende langere tijd. Dus het heeft eigenlijk niets te maken met operationeel inzet. Het is meer de dingen die ik gedaan heb voor de landmacht. En dat heeft te maken met het feit dat ik bijvoorbeeld 10 jaar lang hoofdredacteur geweest ben van het blad Infanterie. Ik ben heel lang wapenoudster geweest. Mm-hmm. En vanuit die verantwoordelijkheid heb ik ook van allerlei initiatieven ontplooid. Hè, om die infanterie ook te verbeteren op een hoger niveau te tillen. Dat heb ik doorvertaald ook naar het opleidings- en trainingscommando.
Maar het gaat ook bijvoorbeeld over mijn verdiensten als de transformatie van het Korps Commandotroepen. Mm-hmm. Ik ben daar 4 jaar lang baas van geweest. En ik heb dat uiteindelijk toch, ik ben wel aan de, ik heb aan de ontwikkeling heb ik mogen bijdragen tot een special forces eenheid. En hetzelfde geldt met de luchtmobiele brigade. Mm-hmm. Dus toen ik daar in 2010 aantrad, na de missies in Afghanistan heb ik dus ook de opdracht gekregen. Maak daar weer een air assault eenheid van. Dus we hebben er heel veel effort in gestoken met een nieuw operationeel concept. En al die dingen min of meer hebben geleid tot, tot deze uitreiking. Die kreeg ik toen ik daar het commando overdroeg aan de generaal Geerts. Ja. Geerts, wat zat hij bij mij in tegelijkertijd? Geerts was jouw commandant TFU. Ja, daar ben ik mee uitgeroteerd. Daar heb ik nog samen mee in de Chinook gezeten. Klopt. Dus dat is de TFU 3 geweest. Ja, grappig. Ja. Kleine wereld, hè? Ja, zie je maar. Hey Ot, je hebt een heel mooi boek geschreven. Niemand is belangrijker dan het team. Ik heb ook de podcast van, met Ed en Muis geluisterd. Op een gegeven moment, wat me heel erg opvalt in dat gesprek, is één ding die me is bijgebleven, zijn meer mooie dingen, maar dat je op een gegeven moment zegt van, je hebt de dienstplicht. Toen gingen we over naar een professioneel leger. En toen pas gingen we over leiderschap. Ja. Ja. Ik weet niet wanneer jij de dienst ingekomen bent. 97. Ja, maar je hebt dat niet meer meegemaakt. Nee, ik had nog wat versnippende elementen van de dienstplicht. Maar het kader inderdaad was allemaal al BOT, heette dat toen. Kijk, het is af en toe best wel goed om even achterom te kijken. En dan zie je pas hoe ver je geklommen bent. Mm-hmm. Maar in de tijd van de dienstplicht kan ik nou niet echt zeggen dat wij opdrachtgerichte commandovoering deden. Nee. En die dienstplichtigen werden toch van 's morgens vroeg tot 's avonds laat best wel door ons begeleid, gecontroleerd. We zagen natuurlijk ook best wel dat die jongens heel veel zelf konden. Maar als we het over leiderschap hebben, die term kwam helemaal niet naar voren in die tijd. Of empoweren, of de kracht van je mensen gebruiken. Dat deden we wel. Dat geef ik ook aan in dat gesprek met Edwin. Misschien omdat we gewoon onbewust bekwaam waren. Dat we daar toch op de een of andere manier rekening mee hielden. Maar als je de doorsnijdingsplichtige vraag uit de 80e jaren hoe die bejegend is. Dan zal het antwoord niet zo positief zijn. Puur vanwege het feit dat leiderschap begon pas. De mentale component begon pas toen wij daarover nadachten. Toen de eerste vredesoperaties begonnen. Toen gingen we echt pas... Maar was dat ook niet bij een KCT bijvoorbeeld? Dat er in die tijd wel al wat op een andere manier nagedacht over opdrachten? En... Nee, ik moet eerlijk zeggen, toen wij met dienstplichten werkten. Ik vond ons nog niet echt volwassen in de zin... dat wij optimaal gebruik hebben gemaakt van de denkkracht en het initiatief van onze mensen op het laagste niveau, de dienstplichtigen. Ja, we wisten het wel. Mm-hmm. En die doorsnee dienstplichtige, die was natuurlijk best wel goed opgeleid. Ja. En ook met name de dienstplichtige kaderleden. Dat waren vaak jongens die hadden gewoon een academische studie achter de rug. Mm. Maar in dat systeem, waarbij ze ook relatief weinig tijd hadden om te groeien... Ik kan niet echt zeggen dat we nou echt heel veel vrijheid van handelen en werkten met commanders in tent. En nee, dat is echt iets van later. Ja. Was toen de KMA wel al, uiteraard. Maar hoe zat dat dan erin? Wat kreeg je daar dan in die tijd? Nou ja, goed, ik heb dat volgens mij tegen Edwin ook gezegd. Alles wat ging over besluitvorming was commandovoering. Ja. En als ik echt kritisch terugkijk, dan kan ik me niet herinneren dat wij ooit echt goed gekeken hebben naar het menselijke verhaal. Ja. Wat betekent dat voor de mens? Wat betekent dat voor de kerels? Aan de andere kant, ik begon als luitenant, of ook als vaandrig bij de detachering. En dan wist hij gewoon, het kader eet gewoon als laatste. Mm-hmm. Je gaat niet als eerste in de rij staan. Ja. Dus die beginselen... Dat deed je gewoon niet. Dat was een uitgangspunt. Net zoals dat je als commandant, of het nou pelotons of kompiescommandant. Dus jij was verantwoordelijk voor wat je mensen uitvraten en fout deden. Ja. Sterker nog, daar werd jij over aangesproken. Niet de kerels in eerste instantie. En dus dat waren van die ongeschreven wetten die op de een of andere manier gewoon overgeleverd zijn. Heeft dat ook te maken met flexibiliteit dan? Want als ik heb ergens een keer genoemd, heb ik het over Koude Oorlog leiding geven. Dat eigenlijk de operatie waar jullie in die tijd, want ik zat toen niet bij, het was een redelijk niet flexibele operatie. Het was zoals het was, met z'n allen die kant uit. Het was heel erg geformateerd, geprogrammeerd. Ja, ja, ja.
Die oorlogsplannen zijn wel 10 keer opnieuw bekeken, maar het was toch altijd van het moet zo. En als ik kijk naar hoe wij in de 80e jaren ons focusten op het verdedigend gevecht, hoe mathematisch en hoe technocratisch bijvoorbeeld ook de middelen toebedeelden. Nou ja, goed, het was op zich, en hetzelfde geldt met die basisgevechtstechniek, het was op zich best wel uitlegbaar, maar het was ook gemaakt voor een systeem waarbij we wisten, de mensen die dit moeten uitvoeren, daar hebben we niet al te veel tijd voor, dus laten we ze ook een simpele oplossing geven die voor een groot gedeelte voorgeschreven is. Ja. Maar het echte handwerk, dus wanneer wordt iemand nou handiger en ervaren en echt een professional, is als je het maar vaak genoeg doet. Ja, dat kan die dienstplichtige niet. Ja. En vergis je niet, ik bedoel, als kompiescommandant heb ik ook altijd gewoon de dingen wel gedaan volgens het boekje. Zoals we opgevoed of opgeleid zijn in de A-cursus en in onze standaard oefeningen. En pas later, met name toen ik naar de Hogere Krijgsschool ging en we gingen lezen en we van allerlei studieopdrachten kregen, ben ik pas tot de conclusie gekomen van hey, wat betekent dat nou echt, dat tactisch optreden en die manoeuvreoorlogvoering? Dus ik zei ook wel eens van wat had ik graag als kapitein geweten, wat ik als, als overste of als kolonel wist. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Andere tijd. Andere tijd. Ja. Ja, dat is wel zo. Dus ik kijk er wel met heel veel voldoening op terug in die dienstplichtige tijd. Maar je moet wel realiseren, het was erg geformateerd. Het waren de standaard oefeningen. Het was na de paraatstelling een voorgeschreven ritmiek van welke oefeningen moet je uiteindelijk gewoon doorlopen om op een bepaald moment af te zwaaien. Ja. En dan begon je weer opnieuw. Ja, grappig. Ik ben in 98 ben ik in Bosnië geweest. Dat was mijn eerste uitzending was dat. Als tanker, want ik ben als tanker ben ik begonnen bij 11 Tankbataljon. Bij Sietsema ben ik opgekomen. En ik ben eigenlijk de grote als bij Lex Oostendorp of was het Oostendorp was in overste. Ja, dat is jullie bataljons geworden. Ja, ja. Dat was in die tijd inderdaad. En ik had toen ritmeester. Want als ik door ons commandant was, als ritmeester, ik ben even de naam, ik weet het niet meer. Maar heeft hij geen indruk gemaakt. Maar wij zijn toen met het 17e zijn wij met SV5 gegaan. Ja. En wij waren dus toegevoegd tankers. Maar wij liepen ook patrouilles. Dus wij hadden gewoon echt al onze kleren aan, want het was best wel koud daar. En ik liep letterlijk met mijn Dimaco C7 als een gitaar. Maar in die tijd wist je dat helemaal niet. Er was ook helemaal niemand die dat tegen ons zei. En toen kwam ik een paar jaar later, ging ik dus naar Afghanistan toe. En als ik dan terugkijk naar hoe ik die uitzending vanuit semi-dienstplicht / net beroeps, hoe wij daar rondliepen, we wisten helemaal niks. Want Bosnië was natuurlijk ook echt een het was een post-conflict operatie, het was een vredesoperatie. Ja. Want hoe vaak heb jij nou met die Leopard daadwerkelijk dingen gedaan? Patrouilles gereden. Ja, dat bedoel ik. Met tegenzin van de bevolking. Maar die niet meer knokken. Nee, dat was. Ja, dan heb jij in Afghanistan in 2007 hele andere dingen meegemaakt. Maar graag een tank gehad. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Nou ja, goed. Ja. Jullie hebben de IPR ook als een vorm van escalatiedominantie gebruikt. Ja. Maar manoeuvreren en anticiperen op wat de vijand doet. Ja, dat is natuurlijk een volslagen ander gevecht in Afghanistan dan wat jij in Bosnië meegemaakt. Ja, maar die kwaliteit en flexibiliteit, die curve, die is misschien na de dienstplicht omhoog gegaan, maar die is daarna nog een keer omhoog gegaan wat betreft professionaliteit. Ja, absoluut. Elkaar beter maken, elkaar ook gewoon uitdagen en zeggen van ja, jongen, gast, zo hou je die bugs niet vast. Ja. Het is geen gitaar, want ik liep in Bosnië gewoon zo rond en heeft nooit iemand tegen mij gezegd. En dat heb ik een andere operatie, ja. Maar wel een noodzakelijke opstap om uiteindelijk ook op dat niveau te komen, want dat heeft ons ook als organisatie. Ja. Heeft het ons professioneler gemaakt. Veel geleerd. Ja, zeker. Ja. Ja, Otto, je zit meer met wapenoudsten. De wapenoudsten die ik ken vanuit Boreel, waar ik natuurlijk de laatste jaren veel bij heb gezeten, zijn ook gek van het vak. De historie, de eenheid. Hoe zit dat bij jou? Ja, dat ligt wel heel erg. Dat is een open deur, maar... Nou, ja, goed. Ik wil niet denigrerend overkomen, maar in het verleden ging het wel over baretemblemen, kleurtjes ondergrond en over tradities en over dat soort zaken. Ja, daar loop ik niet warm voor. Ik loop wel warm voor waar we het net over hebben, over de inhoud, het vak, het operationele vak. Dus daar heb ik ook met name mijn tijd en mijn effort in gestoken. Om het wapen der infanterie
op een kwalitatief hoger niveau te krijgen. Mm-hmm. Dat vond ik wel boeiend om te doen. Want dan maak je met name gebruik van al die ervaringen van die jonge gasten die dus die uitzendingen meegemaakt mm-hmm. hebben. En die daar ook gewoon goede ideeën over hebben. En dat ook goed kunnen doorvertalen. Van wat moeten we hiermee als organisatie? Ja. Dus ik heb met name die Wapen Traditieraad als een forum gebruikt ook om dit soort ervaringen met elkaar te bespreken. Dus gingen we ook inhoudelijk kijken naar bepaalde operaties die we in Afghanistan uitgevoerd hebben. En ook kritisch naar kijken. Ja. En wat ik je net al aangaf, hebben we de vijand de wil opgelegd? Of hebben we alleen maar stevig van ons afgebeten op het moment dat hij ons beschoot? Hmm. Dus die vraag hebben we regelmatig aan elkaar gesteld. Is er al een antwoord op? Nou, ik ben daar niet zo positief over. De uitzonderingen daar gelaten. En dat heeft ook vaak te maken met wie was op dat moment commandant. Maar ik denk dat wij in heel veel gevallen, dat hebben wij ook infanteriebreed ook vastgesteld, dat we in veel gevallen bij een vuurgevecht, als we dan beschoten werden, dan losten we dat op met vuurkracht. Er kwamen vrij snel Apaches bij, al dan niet met inzet van mortieren en artillerie. En we gingen terug, we trokken terug. En afhankelijk van het tijdstip van de dag besloten we terug te gaan naar de base. Als wij een gewonde hadden, of zelfs een dode, dan stopte de operatie. Dat was bijna standaard. Alles stond in het teken van het veiligstellen of het stabiliseren van de gewonden en het afvoeren. Maar vaak hield dat wel in dat de opdracht gewoon niet meer voortgezet werd. De vraag is of dat goed is. De tegenpartij vond dat prima, want die wist gewoon dat wij zo reageren. Dus dat is een beetje in algemene zin hoe wij als Nederlandse landmacht ons gemanifesteerd hebben in Afghanistan. Ja, en ik vind wel dat je kritisch naar jezelf moet kijken. Dus dat hebben we ook omgedraaid. En we hebben ook vastgesteld van die mindset moet anders. Wij moeten anders hiermee omgaan. Nou, dat heeft onder andere geleid tot het credo van de krijger. Wat uiteindelijk gewoon een initiatief is van mensen van de werkvloer. Die hebben dat uiteindelijk ook voorgesteld. Dus voor mij was dat makkelijk. Ik kon dat mogelijk maken dat ze daarmee kwamen. En we hebben het alleen maar op een gegeven moment ook samengevat en vastgesteld. Dit is het dan. Mm-hmm. Dus dat is mijn rol geweest als wapenartsen. En ik vond dat gewoon heel boeiend, want ik leerde en ik las ook heel veel over de ervaring die men meegemaakt had. Iedere keer ging het om, wie is hier uiteindelijk de commandant geweest? Hoe heeft hij zijn eenheid van tevoren geprepareerd? Mm-hmm. En hoe wordt er in de uitzending, hoe wordt uiteindelijk ook invulling gegeven aan wat hij wil? En dan zijn ook commandanten geweest die hebben als uitgangspunt gehanteerd, ik wil met iedereen veilig terugkeren. Ja, dat kan dus niet. Dat is in mijn optiek gewoon een irreële doelstelling als je naar een oorlogsgebied gaat waarvan je weet dat de andere nationaliteiten die daar actief zijn dagelijks gewoon gewonden en doden te betreuren hebben. Dan kun je dat nooit als doelstelling hebben. Zie je dan botsingen binnen zo'n eenheid, hoe groot, op welk niveau dan ook, als je daar een verschillende insteken hebt? Als de een zegt van het doel is wel eroverheen gaan en de ander zegt van het belangrijkste is om iedereen terug te krijgen. De cruciale rol is voor de bataljonscommandant. Want dat was dan toch de bouwsteen die wij op pad sturen in zo'n battlegroup. En dat was een periode van 6 maanden. En die was ook verantwoordelijk voor een stuk gereedstelling. Hmm. Dus hoe hij daar invulling aan gaf en hoe hij zijn eenheid daarin meenam, is cruciaal geweest. Nou, ik beschrijf in mijn boek volgens mij ook de wijze waarop Jans Willems dat gedaan heeft met zijn battlegroup. Battlegroup 9 is dat volgens mij geweest. En je ziet dat de jongere kaderleden, de jongere officieren dat ook zien. Van, hey, wacht even, wij zijn goed voorbereid geweest. Ik heb nog een aantal andere voorbeelden volgens mij geschreven. Nou, je hebt zelf gediend onder zo'n commandant die ook nadrukkelijk in de voorbereiding jullie meegenomen heeft van dit gaan wij meemaken en zo gaan we ons daarop voorbereiden. Ja. Ja, 100%. Dat was voor ons ook wel voor mij persoonlijk de eerste keer dat ik in zo'n omgeving kwam. Van, oh, dit is een echte militaire eenheid waar we echt gaan om. Ja, dat vind ik wel boeiend dat je dat zegt. We kunnen tegen een stootje. Wat is dan echt voor jou? Wat was echt? Dat voelde je gewoon in de mindset van iedereen die binnen die eenheid zat. En dat hadden wij op een gegeven moment ook toen wij dat vuurgevecht. Oh, waar ik met Harm dan, dat verhaal. Waar Harm dan op een gegeven moment 15 september. Ja, Harm komt ons ontzetten. Wij zitten vast. En dat is podcast 5 volgens mij. Op een gegeven moment zitten wij
in een Bushmaster van die eenheid, van eenheid 3, van Peter dan. En mijn groep gecombineerd met de groep van Luchtmobiel. En je zag gewoon van, hey, we zitten hier, we willen weer naar buiten toe. Ja. Nou, dat had ik 2 jaar terug niet met z'n allen gehad. Die combinatie van 2 eenheden die eigenlijk een heel verschillend DNA hebben. Uiteindelijk het grote plaatje was van, hey, we zitten hier echt om die gasten te pakken. En inderdaad, Apaches kwamen en we gingen er niet meer uit, we gingen doorrijden. Ja, jullie zijn doorgereden. Ja. Maar, ik heb dat videofragment gezien van jullie commandant. Hè, dus de toenmalige kapitein Erik Brakert. Hoe hij die compagnie, zijn compagnie, de dag na het sneuvelen van Hoogland, toespreekt. Ja. En dat is zo'n goed voorbeeld van enerzijds empathie, begrijpen. Wat dat voor de club betekend heeft. Maar ook in datzelfde verhaal duidelijk maken. Maar we hebben hier wel een missie uit te voeren, mensen. En we gaan dadelijk weer gewoon naar buiten. Dus we gaan ook die knop weer omzetten. En ik verwacht het ook van jullie. Want ik ben ook gewoon... Ik heb ook gisteren gezien dat jullie kunnen. Een volgens spreekt die ook zijn trots uit naar die eenheid. Ja. Dus ik vond dat ook wel een... dat vond ik een mooi fragment. Waarin duidelijk gemaakt werd dan enerzijds... beseffen dat datgene wat we daar doen gevaarlijk is. Maar aan de andere kant, wij bepalen wat hier gebeurt. En niet de Taliban. Ja. Ja, wij zaten redelijk geïsoleerd. Ja. In Deroet, dat weet je. Ja. Heeft het team Erik gedragen en heeft Erik ons gedragen? Was dat de chemie die ontstond in die situatie? Ik heb gekeken wat er gebeurd is. Dus ik heb dat boek van... de mannen van Pegasus gelezen. Ik heb zijn dagelijkse rapporten gelezen. Er staat ook een mooi verhaal in getuigenissen van de missie. En dan zie je ook een van jullie pelotonscommandanten die beschrijft ook van wat er gebeurd is. Maar die geven ook allemaal aan hoe ze kijken naar die kompiescommandant. Wat die kompiescommandant voor hun gedaan heeft is de rust bewaard. Onder alle omstandigheden was hij ook buiten. Hij was er voor jullie. Maar hij was ook, het was ook iemand die begreep dat er op bepaalde momenten ook gewoon getreurd moest worden om verlies. En dat er ook emoties mochten worden laten gezien. En hij heeft die club bij elkaar gehouden. Dus voor mij is zijn rol voor de cohesie in de compie, is in mijn optiek cruciaal geweest. Hij is verantwoordelijk geweest als commandant voor het bij elkaar houden van een club die... Ja, die gewoon het zeer zwaar voor zijn kiezen heeft gehad. Dus veel verliezen heeft geleden. Relatief veel verliezen. Maar toch op de een of andere manier tot het laatste moment. Ook zoiets als helemaal wacht even. Maar wij bepalen wel wat hier gebeurt. Ja, mooi. Erik kreeg ook onderscheiding. En Erik komt ook nog in de podcast. Dus daar ben ik heel trots op. Erik stond ook aan de poort op het moment dat er iets gebeurd was. En kwamen terug. Ja. Maar diezelfde man stond 2 uur daarvoor nog op die berg als wij daar waren. Dus dat was altijd, dat was altijd heel fijn. Je zit in het boek, beschrijf ik ook van... leiden is willen dienen. Dat klinkt dan af en toe wel eens een beetje... Dat klinkt dan wel eens een beetje geitenwolle sokkerig. Maar daar bedoel ik mee. Je dient enerzijds de opdracht. Want er moet wel gewoon een opdracht gehaald worden. Maar je dient ook die mensen. En die balans, dat vind ik hem wel een fantastisch voorbeeld van. Die dat in de praktijk heeft laten zien. Ja. Heeft hem overigens ook heel veel voldoening gegeven. Hij heeft hem ook enorm veel energie gehoord. Ik ben ervan overtuigd. Maar moet je nagaan hoe deze man zich voelt als hij weet dat zijn mensen waar hij leiding aan geeft, jaren later nog zo over hem praten. Ja, dat is een mooi compliment kun je als commandant niet krijgen. Ja, ik heb het ook met de jongens in mijn groep. We hebben 10 jaar later nog steeds een hele fijne band met elkaar. En dan die verhalen en ook de waardering naar elkaar toe. Dat is gewoon heel fijn. Ja. En dat geeft ook... Maar het is niet alleen de eenheid. Ja. Hè? Want ik werd even fijntjeswerk aangetipt door een van de achterbanden. Volgens mij was het jouw vrouw. Ja. Op zo'n post op LinkedIn. Zat er zelf de achternaam. Ja, maar wacht even. Dit is niet alleen maar naar de computer toe. Ook de achterban. Hè? Dus dat hele thuisfront heeft ook gezien wat voor effecten zijn leiderschap heeft gehad. Ja, ongelooflijk. Ja. Dan zie je hoe ver het gaat. Ja, maar ook heel dankbaar voor hem dus om dit te doen. Ja. Wat zijn 2 dingen, als je eruit mag halen, wat dan een leider zoals Erik Brakert onderscheidt van een goede leider? Want je hebt te veel gezien, je doet er onderzoek naar. Wat ik heel belangrijk vind is dat leiders bescheiden blijven.
hun eigen rol nuanceren. Ondanks het feit dat het misschien wel heel belangrijk is. Maar bescheiden blijven. En op een bepaalde manier ook hun mensen beschermen. Dat vind ik superbelangrijk. Dat leiders op een gegeven moment ook tegen hun hogere niveau durven zeggen stop. Mm-hmm. Of let op, dit gaan we nu even niet doen, want dat gaat ten koste van mijn mensen. En dus dat heeft hij heel nadrukkelijk gedaan. Maar hij heeft ook de andere kant van de medaille, het dienen aan de opdracht, heeft hij ook laten zien. Hij heeft uiteindelijk ook gewoon bijgedragen aan de operatie Spingard. Hij heeft elementen van zijn kompie, heeft hij naar daar in kot gestuurd. Terwijl het voor jullie zelf al hartstikke moeilijk was om in Dera Woed überhaupt met een relatief kleine eenheid enigszins grip op de situatie te houden. Ja. Ik vond ook zijn bevolkingsgerichte benadering, ondanks het verlies van een aantal gesneuvelden, dus daar niet in meegaan met alleen maar het willen bestrijden nog van de vijand uit wraak. Nee, we zijn hier alleen maar om, we kunnen het verschil alleen maar maken als we die bevolking aan onze zijde krijgen. Ja. Nou, dat vind ik sterk, als een leidinggevende dat overzicht houdt. Dus enerzijds, zoals ik aangaf, dien aan de opdracht, dien aan de mensen. Maar ook van waarom zijn we hier? Dus die duiding, richting geven. Wat gaan we doen? En dat vind ik van een leidinggevende. Helder zijn. Ja. Helder zijn, ja. Dat kom ik in de burgermaatschappij nog wel eens. Nu dan, hè, kom ik dat regelmatig tegen. Want wat doe je nu, Otto? Ik heb met een collega van mij, hebben we het bureautje Mission Command. En dat heeft de ambitie om volgens dat beginsel, dus het delegeren van bevoegdheid binnen een commandos intern, naar het lagere niveau. En wat wij doen vanuit die filosofie is teamtraining en leiderschapstraining in de civiele sector. Mm-hmm. En dat is hartstikke leuk om te doen. Ja. Maar iedere keer als ik dan ergens kom ik tot de conclusie van hoe goed wij dit bij Defensie geregeld hebben. En ook daar valt best nog wel eens wat van te vinden. Want het is niet allemaal goed bij Defensie. Maar bij ons is het er wel met een paplepel ingegoten dat het begint met wat is de opdracht. Ja. En waar leidt die analyse van de opdracht toe en wat moet ik dan gaan doen? Dat vind ik echt het sterke van dat verwacht ik ook van een leidinggevende. Wat mis ik nog wel eens in de burgermaatschappij? Een duidelijk oogmerk. Nou ja, kijk, de meeste bedrijven weten best wel een missievisie te formuleren, maar die is zo algemeen. En voor mij is de lakmoestest van ga maar beneden vragen bij de receptionisten waarom dit bedrijf er is en wat de missievisie is en wat het betekent voor haar of voor hem. Ja. Ja, nou dan. Dus ik moet zo simpel zijn. Dan weet je het antwoord. We willen verdomme op het einde van het jaar dit geregeld hebben. Ja. Zijn de vragen, oké, hoe gaan we het doen? Ja. Zo makkelijk. Nee, missievisie moet, vind ik, als leidinggevende moet je die kunnen vertalen in een operationele doelstelling die begrijpelijk is voor iedereen. Dat is de eerste reden waarom je opgesteld bent als leidinggevende. Wat is dan het grote verschil dan? Je ziet als je binnenkomt vaak al van onduidelijkheid over waar gaan we heen. Maar ook het leidinggevende is ook niet altijd zichtbaar. Dus de hele dag zit hij in vergadering. Of onduidelijkheid over. Maar wat vinden we nu belangrijk? Bij heel veel bedrijven zie ik best wel dat men nog wel tot een goed gedragen missievisie kan komen. En duidelijk van ik zeg van, hé, wacht even, ik begrijp waar jullie voor staan. Maar dat is niet genoeg. Nee. Ik bedoel, ik heb ook wel luitenants in Afghanistan meegemaakt die de opdracht kregen de poort uit te gaan met de opdracht ga to disrupt the enemy. Ja, dat is te algemeen. Ja. Maar ik zie ook wel eens ga winst maken. Okay. Ja, ga winst maken. Of zorg dat de klanttevredenheid omhoog gaat. Ja, ja. Of we moeten de energietransitie voor dat tijdstip geregeld hebben. Ja, wat betekent dat dan? Ja. En dat vind ik de verantwoordelijkheid van leidinggevende. En tot wat voor niveau wil je dan dat zeg maar Tot op de enkele vent en vrouw die dat moeten doen. In dezelfde taal. Gewoon normale mensentaal. Ja. Want dat is uiteindelijk wel waar. Dat zijn de mensen die het moeten uitvoeren. Ja, ja. Ja goed, je weet, ik zit natuurlijk ook in het bedrijfsleven nu. En als ik, ja, dan ben ik wel benieuwd naar jouw inzichten. Herken jij dat dan? Nee, ja, 100%. Ja, nee, okay. Daar heb ik 100%. Je ziet, ik heb nou bij, sinds ik Defensie uit ben, denk ik bij 5 bedrijven gewerkt. En nu dan als interim bij DPG Media dan. En dat is echt een club, dat staat als een huis. Dat vind ik echt goed om te zien. Maar daarvoor
de bedrijven waar de pamfletten aan de muur hangen wat hun kernwaarden zijn in de lift al, nou dan moet je op gaan passen. Ja. Want dat zijn vaak maskeringen van het echte probleem dat niemand het echt weet. En dat wil niet zeggen dat de wilde niet is. Maar dan denk ik wel van oké, zit het ook zo ver bij de mensen al? En, ja, dat zie ik echt best wel rare voorbeelden. Inderdaad, er hangen er 7 kernwaarden en dan vraag je van, wat betekent dat dan? Ja, nee, het waren er vroeger 3, die waren heel duidelijk. Maar nadat er een extern bureau gekomen is, hebben we dit ervan gemaakt. Ja. En nu zijn we helemaal lost. Ja. Ja. Nee, dus de intentie is goed. Hè? Dus dat mensen erover nadenken, dat is 1. Maar dat doelen, samen zijn, helder. Het kunnen vertalen op een simpele manier. Niet voor niks geef ik in het boek aan. Eerste verantwoordelijkheidsleiding geven, de eerste richting geven. Ja. Daar begint het mee. Dat wordt ook van ons gevraagd. Iedereen die je vraagt van wat verwacht je van de leiding, is ja, wat gaan we doen? Wat wil je dat we gaan doen? Toch? Ja. Overigens, niet zelf bepaald ergens in een ivoren toren, nee, wel. Hè, dus die besluitvorming, daar hebben we wel in geparticipeerd. Mm-hmm. Maar we weten waar we voor opgesteld staan. Ja. Ja, het is wel frappant om te horen dat jij diezelfde waarneming hebt. Ja, nee, 100%. Ja. Maar je moet aan de andere kant ook uitkijken, dat merk ik ook wel. Om daar dan als buitenstander, want dat ben ik wel, als ex-militair, daar wat van te vinden. Ja, want je kunt er wel wat van vinden, maar daar kun je mensen natuurlijk ook best wel mee tegen je in het harnas jagen. Dat is aan die mensen zelf dan. Ja. Dat zijn niet de mensen die... Ik besef wel van, ja, maar wacht even, dit is een ander bedrijf, dit is niet het bedrijf waar jij vandaan komt, maar ik probeer ze wel wat inzicht te geven. Ja. Maar het is goed wat ik straks voor dit gesprek ook zei, toen ik het leger uitging. Ik heb ook wat dingen af moeten leren. Okay. En ik heb van het bedrijfsleven ook dingen aan... Wat heb jij af moeten leren? Dat je... Je moet meer ruimte pakken om uiteindelijk die duidelijkheid ook te krijgen. Als je dat niet doet, dan ga je zwemmen. Dus als je dus dat afwachten wat... Bij Defensie kun je wel zelf wat makkelijker te laten leven omdat de structuur staat. Ja. En dan klopt het gewoon uiteindelijk. Geduld hebben. Ja. Kijk, en dat zie je nou dat zie je ook veel in het bedrijfsleven. Omdat dat er niet is, heb je eigenlijk behoefte aan een bepaald type mensen die die leegtes gaan invullen. Ja. Ja, dat moet je wel leren. En dan komt de volgende stap. Hoe ga je dat dan doen? Ja. Als de Patrick die boos kijkt als ex-militair. Of ja, dan moet je politiek gesprekje en dan mensen leren kennen. En uiteindelijk... Ja, je moet wel het vermogen hebben om in de schoenen van die mensen te gaan staan. Ja, ja. En je moet niet vanuit je eigen overtuiging die mensen gelijk vertellen hoe het moet. Nee, en de kans bij Defensie dat er een soortgelijke overtuiging zit aan de andere kant van de tafel, die is wat groter dan in het bedrijfsleven. Ja, dus ik ben wel een paar keer vol tegenaan gelopen. Ja. Kijk, dat ken ik ook hoor. Dus wat dat betreft moet ik mezelf ook daar iedere keer goed op. Want geduld is ook niet mijn sterkste eigenschap. En ook vrij snel een mening hebben. Dus dan moet ik mezelf ook wel, iedere keer moet ik mezelf dat voorhouden. Wacht even. Probeer eerst eens te begrijpen wat dit voor bedrijf is. En wacht even met je vooroordeel. Ja. De militair. Ja. Ja. Nou ja, dat is dan mijn valkuil. Ja. Wat zijn dan 2 vooroordelen waar je eigenlijk altijd wel tegenaan loopt? Nou ja, dat begint al met... duidelijkheid, daar vind ik dan wat van. En waar ik dat voordeel wat ik inmiddels wel te vaak bevestigd zie, is dat ik zie dat men in het bedrijfsleven heel veel moeite heeft om iemand te wijzen op het feit dat hij dysfunctioneert of dat hij gewoon zijn productie niet levert. Mm-hmm. Kortom, spreek iemand aan op zijn resultaten, op zijn gedrag. Ja. Dat vinden ze heel moeilijk. Ja. Heb ik bij Defensie ook wel meegemaakt. Hè? Maar daar schrik ik wat te durven aanspreken van. Gewoon iemand gewoon confronteren met het feit dat je... Dat de afspraak die we gemaakt hebben gewoon niet waargemaakt wordt. Mm-hmm. Hoe moeilijk we dat vinden. Het begint natuurlijk wel met het feit van hebben we van tevoren goede afspraken gemaakt dan. Ja. En dat is van 2 kanten. Het gaat van 2 kanten. Ja. Want ik zeg altijd bij de mensen, bij de teams die ik mag begeleiden, zeg ik als ik mag aansturen... Als ik iets zie, zeg ik het. Omdat je ervan leert. Kunt leren. Wat je ermee doet, moet je zelf weten. Uiteindelijk ga je ervan leren. Maar ik verwacht het ook van de mensen om me heen. Weet je wel? Want zelf heb je ook mensen om je heen nodig die begrijpen dat ze geholpen willen worden. Maar tegelijkertijd ook de mensen om hun heen dat moeten uitdagen, zeg maar. Ja. Ik vind dat moeilijk. Maar ik heb wel een mechanisme ontwikkeld dat ik niet te snel daarmee kom.
en het moment goed time wanneer ik dat deel. Mm. Want je moet wel op het, je moet je afstemmen op het tempo van de mensen waar je mee zaken doet. Mm. En niet jouw tempo. Nee, die herken ik ook. Die ken ik ook. Ja. Ja. Maar ik vind het wel heel boeiend om te doen. Omdat uiteindelijk, dat geeft volgens mij ook wel ergens aan, het verschil tussen leiding geven in de militaire en in de civiele wereld, dat gaat in essentie om hetzelfde. Mm-hmm. En de gevolgen zijn alleen een operationele militaire inzet anders. Maar voor de rest, precies hetzelfde. Dezelfde beginselen. Dezelfde dynamiek tussen mensen. Tussen leidinggevende en mensen die leiding ontvangen. Mm-hmm. Ja, ik zie heel veel parallel. Ja. Mission Command. Wat doe je dan precies? Nou ja, de term is eigenlijk gewoon... Is natuurlijk de formele... beschrijving van de leiderschapstijl die we binnen Defensie hanteren. Opdrachtgerichte commandovoering. Nou, de naam zegt het al. Ik leid op basis van opdracht. Oftewel, we hebben een gezamenlijke opdracht bepaald. En die hebben we verwoord in een commander's intent. Oftewel, een collectieve ambitie. De sturingstijl is heel simpel. We kunnen niet alles vanaf boven aansturen. Dus we maken nadrukkelijk gebruik van het initiatief en van het eigenaarschap van de werkvloer. Dus we delegeren bevoegdheden naar beneden. Naar de professional, zoals dat dan gezegd wordt. Ja. Nou, ik maak natuurlijk ook best wel een relatie met wat managementgoeroes in Nederland zeggen. Nou, ik vind bijvoorbeeld de boeken van Mathieu Weggeman vind ik gewoon hartstikke leuk. Die zegt precies hetzelfde. Ja. En dus die zegt ook van, joh, blijf nou weg van command and control, maar geef die ruimte nou aan die mensen op de werkvloer die de hele dag bezig zijn om iets moois te maken. Moet je wel de vraag stellen, hebben we dan ook, spreken we over professionals, hè? Want je kunt deze sturingstijl alleen toepassen met professionals. Ja. En dan geeft bijvoorbeeld zo'n Weggeman ook een mooi verhaal van. Een voorbeeld van, ja luister, iemand die de hele dag zit te wachten totdat hij s'avonds naar huis kan om dan zijn echte passie te gaan toepassen. En dan heeft hij van allerlei voorbeelden. Modeltreintjes. Van modeltreinen en duiven houden en stijldansen en zo. Ja. Ja, als je dan met dergelijke werknemers te maken hebt, moet je ook de vraag stellen van, kan ik dan deze besturingsstijl toepassen? Hm. Mijn ervaring is dat heel veel mensen in Nederland gaan naar hun werk toe, die daar best trots op zijn, zonder dat ze het zelf weten. Dus die hebben wel degelijk een bepaalde vorm van intrinsieke motivatie voor het vak wat ze uitoefenen. Ja, denk ik ook. Niet iedereen. Maar je moet je wel de vraag stellen van, ja, hebben we te maken met professionals en kunnen ze deze vrijheid ook aan? Want je vraagt nogal wat van mensen. Ja. Als je daar te kort op zit, dan werkt het averechts. Nou, er zijn natuurlijk ook best mensen die vinden het helemaal niet fijn om die vrijheid te moeten invullen en om dat eigenaarschap te moeten oppakken. Die vinden het best wel veilig en makkelijk om verteld te krijgen van, je moet dit doen. Ja, dan gaat deze stijl niet werken. Ja, dus die vraag moet je van tevoren wel stellen. Ja. Maar we weten allemaal in een wereld waarin veranderingen gewoon een constante zijn, en niet alleen maar in onze wereld, maar ook in de civiele wereld, ja, dat kun je toch het beste laten oplossen door de mensen die er het dichtst op zitten en die het beste zicht erop hebben. Ja. Dus empower die mensen dan ook, geef die ruimte dan ook. Binnen het gegeven commanders intent, dat is wel een voorwaarde. Dus daarom geloof ik ook niet in zelfsturende teams. Nee, er moet altijd een bepaalde vorm van richting. Er moet een sturing zijn in de zin van, dit is de vangrails waarin je moet blijven en dit wil ik dat je bereikt. Ja. By the way, je krijgt deze middelen. Veel succes ermee. Dus gebruik je creativiteit. Ja, je moet toch dat gezamenlijke altijd hebben. Dat is, ja. Nee, als we allemaal gaan zelfsturen in de auto, dan wordt het heel gevaarlijk op de weg. Ja, die Tesla's tegenwoordig. Ja. Nee, ik herken heel goed. Ik had in mijn Afghanistan groep. Daar zat ik in het begin heel kort op. Dat werkte niet. En eigenlijk kwam ik er later achter dat die gasten veel slimmer en zelfstandiger waren dan dat ik dacht. En daardoor was er in het begin frictie. Op een gegeven moment onderkenden we dat. Kwam er inderdaad veel meer ruimte. Het doel bleef staan met z'n allen. Wij willen binnen de eenheid die groep zijn. Dit willen we uitstralen. Ja. Mensen gingen groeien in hun rol. Maar jouw mensen hebben jou dat inzicht gegeven? Ja, 100%. Ja. Oh, okay. Ja. Maar dat zal best wel gevoeld hebben af en toe. Dat was best wel kut. Ja. Ja. Want het waren natuurlijk, kijk, je ziet dan vaak jongens die wat
die geremd worden, misschien wat intelligenter zijn dan hoe je ze behandelt, die laten dat echt wel weten. Ja. En die moeten dan wel ook voor open om er iets mee te doen. Anders dan blijf je in een soort van conflict met elkaar. En die opdracht die voel je dan wel uit. Maar of dat dan ook de best mogelijke manier is, op de leukste manier. Nee, zij komen met zulke goede oplossingen. En ik heb zelf ook wel gemerkt van, ga dit nou niet zelf proberen op te lossen. Gebruik nou gewoon de denkkracht om je heen. Want ja, jij hebt niet het primaat op bijzijn. Mm-hmm. Dus er zijn zoveel goede ideeën. De kunst is om uiteindelijk in al die ideeën, want die gaan natuurlijk wel niet altijd dezelfde richting op, om op een gegeven moment wel iets samen te vatten en zeggen, oké, gaan we het nu zo doen? Mm-hmm. Dat moet je wel doen. Ja. Dus je kunt het niet allemaal overlaten aan de werkvloer. Je zult op een gegeven moment iets moeten, je zult op een gegeven moment iets moeten samenvatten. Ja. Of zeggen van, luister, dat doen we niet. Om die en die reden. We gaan dit nu zo doen. Oké, lui, aan de slag. Ja, de keus moet gemaakt worden. Ja, vind ik wel. Ja. 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 Ja, Alt, je bent ook met de onderscheidingen bij je betrokken, zeg maar. Ja, ik heb zitting in de commissie dapperheidsonderscheidingen van de Koninklijke Landbouw. Oké. Wat houdt dat in? Nou ja, goed. Hoe werkt dat? We zien natuurlijk allemaal wel eens dat er, of regionaal of landelijk, een bekende of minder bekend persoon een onderscheiding krijgt. Ja. Maar hoe gaat dat? Hoe komt dat tot zijn uiting? Nou ja, het mechanisme is heel simpel. Een voordracht moet door iemand ingediend worden. En dat is dan meestal iemand die met een persoon die wordt voorgedragen gewerkt heeft, of de leidinggevende daarvan, of desnoods ook de mensen die die leiding hebben ontvangen van deze persoon. En die dienen een voordracht in. En dat gaat uiteindelijk, komt dat bij een instantie, bij de landmacht. En die heeft daar een aantal adviseurs voor die daar inhoudelijk naar gaan kijken. Nou, het gros van het werk is natuurlijk al gedaan in 2006, 2010. Hè? Want dat was echt de periode dat wij daadwerkelijk in gevecht waren in Afghanistan. En dat we heel veel van dit soort gebeurtenissen meegemaakt. Maar ook dat mensen zijn voorgedragen. Dus het gros is eigenlijk allemaal al gedaan. Maar in de laatste jaren hebben we ook best wel veel dossiers nog eens een keer tegen het licht gehouden. Van hebben ze goed beoordeeld. En mijn rol daarin is samen met een aantal collega's om er inhoudelijk naar te kijken. En ook kijken naar de criteria, de benchmarken en ook naar de jurisprudentie te kijken van hoe is dat in eerdere gevallen geweest. En dan komen we met een voorstel. En dat wordt dan wel of niet gevolgd. En daar wordt ook in een commissie over gesproken. Dat gaat erg secuur, erg zorgvuldig. Ik vind ook dat we dat binnen Defensie ook goed geregeld hebben. Want wij doen dat dan binnen de land. Maar vervolgens wordt het wel op een hoger niveau nog eens een keer neergelegd. Want daar wordt uiteindelijk ook besloten, gaan we dat wel of niet doen. Ja, maar het heeft mij de unieke mogelijkheid gegeven om te zien wat onze mensen binnen de landmacht allemaal zo al meegemaakt hebben. Ja, want je hebt al die casus heb je in moeten duiken. Heel veel van die casus gezien. En dan word ik toch wel, we hadden het net even over, hebben we van ons afgebeten of hebben we onze wil opgelegd? Ik was daar wat kritisch over. Maar er zijn heel veel individuele gevallen geweest waar je wel super trots op mag zijn. Dat mensen ook serieus zichzelf risico's hebben opgelegd om de opdracht te halen of om een maatje te beschermen of om wat voor reden dan ook zichzelf dus ook nadrukkelijk in gevaar gebracht om de opdracht te halen. Ja. En daar word ik wel vrolijk van als ik daarin kijk en als ik al die gevallen gezien heb, dan doen wij toch wel iets goed binnen. Ja, snap ik. Ja, dat is heel mooi. Veel van de collega's zijn ondertussen ook het bedrijfsleven ingegaan. Ja. Maar met wie heb jij nog contact? Dat je denkt van, goh, ik weet dat die ook vanuit Defensie unieke ervaring heeft gehad, bedrijfsleven ingegaan. Ik moet eerlijk zeggen, niet zo heel veel. Je bent wel natuurlijk ook wel vrij snel mekaars conculega, hè? Want iedereen. Ja, dus dan best wel veel. Team performance en leiderschap. Er zijn best wel veel militairen die gezien hebben van, hey, wacht even, dit is een gat in de markt. Ja. En terecht. Ja. Want ik geloof er heilig in, er is een maatschappelijke meerwaarde van militair leiderschap. Maar niet zo heel veel. Ik wissel wel eens wat uit. Maar het is toch meestal afhankelijk van een bepaalde vraag. Dat mensen bij je komen. Ik maak er zelf ook niet zo heel veel gebruik van, moet ik eerlijk zeggen. Als het gaat om, even mezelf verstaan met, dan maak ik toch liever gebruik van jongens die nog in het leger zitten. Ja. Waarvan ik weet van, hey, die hebben dit of dat meegemaakt. En die benader ik dan. En dat is dan toch
in eerste instantie het aanspreekpunt waar ik naar op zoek ben. En niet zozeer de collega's die in de civiele maatschappij gaan proberen daar een boterham mee te verdienen. Ja, oké, okay, op die manier. Maar ik doe de vraag meer van, ken je wat mensen die bijvoorbeeld na hun dienstervaring uiteindelijk succesvolle stappen hebben gemaakt? Oh ja, die ken ik al. Ja, die zijn en dan zeg je, dit is iets, nou, ja. Dit vind ik een mooi verhaal, weet je wel. Kijk, ik heb het al aangegeven. Kijk, wij zijn twee voorbeelden uitgegaan. Ja, maar ik ben natuurlijk, in zekere zin ben ik bevoorrecht. Mm-hmm. Want ik ben een gepensioneerde officier. Ja, ja, ja. En daar hoef jij dus geen medelijden mee te hebben, want dat is gewoon goed geregeld. Maar ik ga niet de hele dag achter de geranium zitten, nee. of op de golfbaan staan, of aan de waterkant zitten vissen. Nee, ik wil podcast in Nijmegen. Mijn overtuiging op het gebied van leiderschap wil ik delen. Ja, dat vind ik ook leuk. Ja. Dus voor mij is dat gewoon ook een beetje een verkapte hobby geworden. Ja, ja. En dat je er toevallig nog wat mee verdient, dat is leuk meegenomen. Maar dat is niet drijven. Ik hoef er niet van te bestaan. En ik besef ook dat ik dan bevoorrecht ben, want ik heb best wel veel respect voor ZZP'ers die dit zelf moeten doen. Die hier dus van moeten leven. Ja. Want hoe krijg je nou je klanten? En hoe zorg je nou dat jouw naam dus ook daadwerkelijk ook dusdanig bekend is dat je daarvan kunt bestaan? Ik heb wel een aantal contacten, maar die zitten wat meer in de civiele hoek. Ik heb regelmatig heb ik nog wel gesproken met Rijk Binnenkamp. Dat is dan een ex-militair. Die heeft daar ook een eigen coachingsbureau. En dat is eigenlijk dan de persoon waar ik dan, nou ja, door al die jaren heen toch nog wel regelmatig of af en toe contact mee heb. Het blijft beperkt tot een klein gezelschap. Ja, maar van de 80.000 coaches in Nederland zijn er maar 200 ex-militairen. Dus ja, dan valt het alsnog wel mee. Ja, ja, ik zeg wel eens gekscherend. Eigenlijk zou ik een event moeten organiseren voor ex-militairen die nu in de branche zitten, dat we gezamenlijk daar iets moois mee doen. Ja, ja, het is wel zo dat dus de ene idee wordt nu gejat, hè? Maar dat is, maar dat vind ik niet erg. De ene helft van Nederland consulteert de andere helft, zegt ik wel eens. Ja, en er zijn natuurlijk ook best wel veel mensen actief. Maar er wordt ook veel broddelwerk wordt er verkocht. Ja, ja. Ja, en zolang dat afgenomen wordt, gaat dat door. Ja. Dus je mag best wel eens een keer kritisch zijn over de kwaliteit. Maar goed. Dat, voor mij is het niets meer dan een hobby. Waarbij ik vanuit de overtuiging dat ik vind dat wij hier als landmacht een goed product mee hebben, daar zouden we veel meer mee kunnen maatschappelijk gezien. Dat is een beetje de drijfveer van mij. Ja, okay. Wat een mooie carrière als militair gehad. Mooie onderscheiding. Heel veel in de keuken kunnen kijken van leiderschap. Mooi boek geschreven. Komt er een tweede boek? En hoe zien jouw komende jaren eruit? Nee, er komt geen tweede boek. Want dan gaat het toch een herhaling van zetten worden. Ik heb dat boek ook geschreven in de overtuiging van, ik vind dat Defensie hier goed in is. Mm-hmm. En ik wilde het per se schrijven als actief dienende. BD'ers met een mening, daar mag je rustig een korrel zout op leggen. Want dan hadden ze die mening maar actief moeten zenden, zeg ik dan altijd. Nee, ik heb twee BD'ers als luisteraar. Dus die, ja, maar een BD'er die pas een mening gaat hebben op het moment dat hij BD'er is, dat vind ik toch een beetje. Had je eerlijk kunnen doen? Nee, vind ik niet fair. Dus ik wilde het per se doen als actief dienen, heb ik ook gedaan. Ik heb het ook geschreven vanuit de overtuiging van, hey, luister, als je beter wil worden, moet je eerder door de ogen van een ander naar jezelf kijken. Ja, dus mijn eigen ervaring op het gebied van het zoeken van een coach, reflecteren op je gedrag, daar moet je niet mee beginnen zoals ondergetekende toen hij de 50 al gepasseerd was. Nee. Dat is te laat. Dus als je beter wil worden, moet je eerder beginnen met reflecteren. Dus er komt geen nieuw boek. Overigens, het boek loopt nog steeds. Ja. Dus wat dat betreft ben ik best wel trots daarop. Ik denk dat het ook weer actueler aan het worden is door. Ja, maar ik moet geen nieuw boek gaan schrijven, moet ik niet doen. Nee. Hoe ziet mijn toekomst eruit? Ja, maar je ziet veel militairen van mijn generatie nu boeken schrijven. Ja. En je ziet dan dat boek van jou ook weer meegedaan. Hé, wacht eventjes. Ja. Nooit eerder gezien, wel gehoord. En dat die nu weer gekocht gaat worden. Maar je hebt ook gezien dat datgene wat erin staat is voor jou niks nieuws. Nee, maar veel van mensen wel. Ja. Omdat het ook op een vrij simpele wijze beschreven is. De beginselen zijn, en dat is, daar ben ik wel van geschrokken, met name ook civiel herkent zich erin en vindt het ook heel erg beeldend. Dus daar ben ik gewoon positief door verrast. Ja.
Dus nogmaals, ik kom geen nieuw boek. Ik vraag me wel eens af of de titel Niemand is belangrijker dan een team geen overtuiging is van een prehistorische romanticus die contact met de huidige maatschappij verloren is. Erik gebruikt hem ook vaak in die tijd. Ja, maar ik zie... Het is ook een romantisch type. Maar ik zie de laat ik zo zeggen, de oproep zie ik niet echt terug in leidinggevend Nederland. Nee. Dat vind ik best wel jammer. En ik blijf ervan overtuigd dat het zo zou moeten zijn. En dat is de militaire achtergrond die mij dat heeft gegeven. Dat is bij jou waarschijnlijk ook niet anders. En ja, ik ben ook best wel trots op het feit en ook dankbaar dat ik door Defensie ook tot die inzichten gekomen ben. Ja. Ik zeg altijd van, ik ben niet vergeten hoe ik begon als 17-jarige. En ik weet ook wat 40 jaar Defensie, wat het mij gebracht heeft. Dus ik ben er heel dankbaar voor. Dus ik blijf daar ook altijd positief over, zonder dat ik geen oog zou hebben voor de misstanden die er zijn. Want die zijn er natuurlijk ook in ons bedrijf. Overal zijn die. Ja. We moeten het niet op een voetstuk zetten dat het allemaal fantastisch is. Dan gaan natuurlijk ook best wel dingen fout. Maar dan zeg ik ook altijd, de dingen die fout gaan binnen Defensie worden ook wel aan de kaak gesteld. Er wordt tegen opgetreden. Er wordt niet weggekeken. Nee. En dus wat dat betreft, de bonussencultuur die zie ik niet in Defensie. Nee, gelukkig niet. Nee. Bij de grote banken was het wel anders in 2008. Ja, dat kan dat gewoon. Ja. Dan kun je dus als bedrijf, als je winst maakt, gaat alle winst naar één persoon. En de rest niet. Onbestaanbaar in onze wereld. Ja. Dus je kunt daar over de rug van andere mensen succes behalen. Ja. Als je dat bij de krijgsmacht doet. Nou, sterker nog. Het wordt ook eigenlijk... Het wordt gewaardeerd, ja. Het wordt ook opgewekt. Ja. En dat kennen wij niet. Dus wat dat betreft... Ben ik wel happy met de wereld waar ik vandaan kom en de inzichten die we daarin hadden. Dankjewel, Lotte. En dan komt er weer een einde aan mijn gesprek met Otto van Wegge. Dit gesprek is opgenomen voor de coronacrisis. En ik denk zeker dat er in dit gesprek een aantal zaken voorbij gaan komen die ook in deze tijd, misschien wel juist in deze tijd, ontzettend waardevol zijn. Ik wil jou bedanken voor het luisteren. Ik wil Otto van Wegge bedanken voor het luisteren. Ga naar mijn podcast toe. Kijk naar de linkjes en daar kun je ook het boek van Otto, Niemand is sterker dan het team, bestellen. Zeker een aanrader en ook zeker in deze tijd zeer van toepassing. Blijf ons volgen. Ja, ga naar ons YouTube kanaal en bekijk daar ook deze opname. Geef even een duimpje om te abonneren. Ben je nog niet geabonneerd op een van de kanalen? Doe dat dan, zodat jij altijd een berichtje krijgt als er een nieuwe aflevering online komt te staan. Uiteraard is een review en een reactie altijd welkom. Want onze missie is om deze verhalen te delen met zoveel mogelijk mensen die geïnteresseerd zijn in leiderschap, zelfleiderschap, teamperformance en alles wat erbij komt kijken. Zeker in acht nemen dat we op dit moment met z'n allen als team moeten gaan functioneren. Omdat we toch met z'n allen samen op deze wereld zijn. Is het echt wel in ieders doel dat wij een bepaalde boodschap delen met elkaar. Ja, en als wij kunnen bijdragen met het delen van dit soort gesprekken, dan denk ik dat dat ontzettend mooi zou zijn. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Ik heb er weer van genoten. Otto heeft er weer van genoten. Patrick hier. Einde bericht.